Kijk, Marbella is goed. We hebben het de dag voordat we vertrokken, of de dag dat we vertrokken in België, was het goed gevroren, konden we nauwelijks trainen. Zeg maar op onze oefenterreinen. En als je hier bent, het klimaat is zacht, de terreinen zijn goed, de jongens zijn hier samen. Het is leuk om een tweede ronde te starten, allemaal samen in een stagevorm. En je kan daar een teambuilding van maken, je kan daar een kwaliteitsinjectie van maken. Je kan ervoor zorgen dat je klaar bent voor de tweede ronde, dat is eigenlijk de bedoeling. Het weer is hier ideaal. We trainen om 11 uur en om 5 uur. En de terreinen zijn ideaal. Zeg maar, het hotel is uitstekend. Dit is de zesde keer dat we naar hier komen. Ik heb geleerd, waar het goed is, moet je niet veranderen. Een winterstage gaat onherroepelijk gepaard met een wintermercato. Er zijn een paar nieuwe jongens bijgekomen. Kan je er iets meer over vertellen? Het zijn wel jongens dat we eerder al aan het volgen waren. Dus laten we zeggen, door ons goede contact met Juventus hebben we Johan Severin kunnen binnen als een centrale verdediger, een linksvoetige. We hadden dat nodig, want al mijn centrale verdedigers zijn rechtsvoetigen. Dus dit is een jonge speler waar ik van weet dat hij kwaliteiten heeft. Als je van Evian naar Juventus gaat en je kunt daar... zeg maar aan de deur kloppen van de A-kern, dan heb je kwaliteiten. 1. 2. Die jongen heeft nu de mogelijkheid om in een goede ploeg, in een mooie club, in een goed team zich te kunnen aanpassen. En ik hoop dat vlot gaat. Daarnaast hebben we Babacar Gueye binnengehaald. Dat is een jongen die al op de radar stond deze zomer, maar heeft dan gaan over. Die jongen kon naar Duitsland gaan voetballen, tweede Bundesliga. Ik kon dat begrijpen, ik had er geen probleem. Ik was wel een beetje ontgoocheld, maar goed, Maar... die heeft daar weinig gespeeld en dat maakt van ons de kans, of dat geeft ons de kans om die jongen nu binnen te halen. Dus dat is het een beetje. We hebben dan nog een testspeler mee, Poulin-Puel, dat ik ken van op afstand. Ik ken die jongen. Ik weet dat het een goede jonge speler is die bij Nice ontwikkeld heeft. Maar we hebben die meegenomen nog op test, omdat ik hem de laatste jaar niet zoveel meer gezien heb. En we hebben een jongen mee van bij ons ook, Charles Brim. Is een jongen met kwaliteiten, heeft... als U21 of al U19 eigenlijk de beste progressie gemaakt in het eerste half jaar. Vandaar dat ik hem ook meeneem. De lichten gaan hieruit. Tijd om te gaan eten. Dank u wel, Frankie Drie. Alsjeblieft.